Hoi, jongens en famkes. Ja. Oeh, hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... Het is nou... Tomketiet! Ja. Het is feest in het dorp en ik zie je goed om op rommelmerken te verkeerpen. Dan zoek ik een skaaltje wat Cornelia net zo volle mee broekt. Dat ken er ik wel bij. Maar mij dat wel? De rommelmerk. Het is feest. De vlaggen stiet op het toer. Het is Joerte Jitje van de Keninginnen. Geen ik bij de Keningin op besieten, Cornelia? Nee, die viert hij Jitje mijn oren meesken. Maar het is bij u ziek feest, ja? Als het komt muziekkorpsje te rotte stritten, maar de ben op versierde fietsjes erachter om. Ja, dat is mooi. Het muziekkorps. Dan neem ik mijn toeter mee. Ik hoor het muziek al horen komen. Hé, hey, kom gauw maar naar de tiet, Tomke. Ja! Het liek het prachtig. Al die verklaaide benen op versierde fietsen en skelters achter de muziek aan. Tomke blaast ik maar. Het meest een lightje en klappen voor Tomke. Als het korps voorbij is, zet Romke wat sneu. Nou is het feest alweer voorbij. Nee, hoor. Als geven hij de rommelmerk. De rommelmerk? Wat is daar nou aan? Dat is toch je feest? Maar het is de volken zelf. En er komen hele protte meesken. En al je ben. Die zitten daar op een kleedje en dan verkeep je ze dingen dat ze net bij mijn boertje. Nou, kom maar. Maai, kijk, wat verkeep je, Cornelia? Als het toch wel goed was, toch kwiet was, Tomke? Tomke denkt even naai. Mijn stikken auto. En de makkelijke puzzels, die broek ik ook nooit meer. Was het haast maar even bij die boertenskotje. Maar we krijgen eerst een lekkere oranje soes. Maar slag er met erin, omdat het feest is. Ja! Oef! Oh! Tomke eet het gebakje gauw op. Hij had zo'n zin onder de rommelmerk. Dan stapt Janne Joe de kamer in. Hoi, Tomke. Zie we boadje? Nee, dat kan net. Wij gaan haast naar de rommelmerk. Maar je kijkt mij? Ja. Ja, dat kan me wel helpen op de verkeerpje. Dan krijg ik een hele protte zin. Dan word ik riek. Wat verkeerpest je dan? Dat maakt nog op, ziekje. Tomke draaft naar de boadjeskortkast. Waar boadje ik net met mij? De puzzels en de stikkende auto. Die plastic bal, mijn vormkes, die broek ik nooit meer. En die oude boekjes ken ik wel voort. Ik haal je de dozen wel uit het hok. Goed, en dan zet ik hem in het karken van mijn trekker. Ik heb hem mooi naar de rommelmerk rieden. Tomke en Janne Joe trillen van alles in de dozen. De dozen is nog net zo vol. Nee. Wat ken ik nog meer verkeerpje? Die aapke? Nee. Daar koos ik altijd mij. Die wil ik net kwiet. Die bal? Nee! Oes kunnen we net mijn bordje? Wat kunnen we nou nog meer bedenken? Tomke shot de kamer in droen. Dat skaaltje voor de koekjes. Die broek Cornelia haast nooit. Dat kan ze griffel missen. Hé? En dat bloemenvaasje? Ken ik wel. Oh, Cornelia, dat wil leien. Ja, heer. Cornelia houdt van opromien. Maar hij verstopt het Cornelia haar goed wol onder het boatesgoed. Het is misschien wel beter dat ze het net weet. Dan gaan ze naar het rommelmerk. Dit is een mooi plakje. Je bent dicht bij de dik. Je komt een hele protte meeske los. Tomke leidt het watersgoed op het kleed. Cornelia zit erbij te sjen. Dan zei ze... Jim, redde je hem wel nou?
Ik zorg even bij de horen dingen. Ik ben er haast wel weg. Als Cornelia fort is, laat Tonke ek het orengoed op het kleed. De bern passen er zelfs nog krek bij. Er bliuwt al gauw een vrouw bij het kleedje steen. Ha, daar hebben we Tonke. En Romke en Janne Joe. Wat zitten je hier mooi? Wij verkeerp je rommel. Wat wil jouw keerpje? Nou mat ik eens even sjen. Wat haast al je te keerp? Buurvrouw beschut alles is goed. Dan krijgt ze het koekjeskaaltje van het kleed. Wat een mooi skaaltje. Wat kost het dat? €2. Buurvrouw ziet het in haar beurs. Joris, Tonke, hier is €2. Tonke pakt de centen. Dank u wel. Buurvrouw druwt het skaaltje in de tas. Nou, dag, Tonke. Dag, Janne-Joe. Romke. Buurvrouw giet voort. Ze neemt het skaaltje mee. Nou, haast al €2, Tonke. Leuk, hè? Maar Tonke schot net fleurig. Zou Cornelia het skaaltje net missen? Want als er een jetje is, leidt ze er altijd lekkere koekjes op. Dat kan nou niet meer. Het muziekkorps komt voorbij. Janne, Joe en Romke klappen en doensje. Tonke net. Hé, hey, Merk, als doe dit mij, Tonke! Ik ben zo bang dat Cornelia leuk op me moet. Als ze het dat ik haar mooie skaaltje verkocht heb. Er rolt een trien, hoe Tonke zijn wang. Nou kan ze er nooit meer lekkere koekjes op lezen. En misschien maakt ze dan wel golen. Dat begrut het Janne Joe. Ze springt doorheen. Ze kinden het oor dat Tonke verdriet had. Wacht je maar, Tonke, wacht je maar. Ja? Janne Joe speurt de rommelmerk aan. Al gauw had ze buurvrouw Stientje voen. Nou, Janne Joe. Ze loekt haar een jas. Wat is er aan de hand? Janne Joe vertelt van Tonke. Nou. En het skaaltje. Nou, dat is ik een rare boel. Dat Tonke goelen mat. Ik zal gauw naar hem ta. Buurvrouw gaat gauw naar Tonke. Hier is het skaaltje weer. Nou, net meer goelen, hier. En de meisje €2 die meis hadden. Kip je er maar wat lekkers voor. Tonke zet het skaaltje gauw in de dozen. En het vaas kijk. Als dat er thuis komt, zet er het gauw weer in de kast. Dan verneemt Cornelia er niet van. Ja. En nou? Ja. Nou is het echt feest. Romke, Cornelia en Tonke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De lippen. De lippen. De lippen. Wat is er? Ik wacht je op het drinken. Wat doe dan weer, Dan? Hij moet eerst... Hiltje drukt de lippen op het wang van Klaas-Jan. Ze jouwt Klaas-Jan een tuutje. Die kreeg er een kleurke van. Ja. Pier had een nij jaske van vrouw Hek gekregen. Ik ken nou alles 2 keer zo goed. Maar Marieke weet dat net. Want Pier moet het geheim houden. Oor dat...
Oh, Romke. Jiddo. Pieren, Marieke, Sjogge, Zoon. Een jongen en een pampe, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt ik als een oor. Maar toch gaat het ja, een heel speciaal. Nooit de merken. Pier had een geheim. Dat vindt Marieke maar nuver. Oors vertelt er haar altijd alles, maar nou net. Nou dat er vreemd. Oors als oors. Marieke is bang dat het mooi vrouw Hek te meitsjen had. Dat nuver een meeske. Der had er west, juster. Maar hij wil er net op praten. Hé, Marieke. Mas jij wat ik kreeg na? Kindje? Voor waar? Van uw heid. Van de merken. Mijk wat verkeerpje. Of van dwaan. Gies mij? Nee. Alleen nog als me eerst in geheim vertelst. Dat ken ik net. Had die juster al zijn. Maar misschien komt ze er nog wel achter. Misschien op een merken wel. Oost mij, gies de meesten. Komst? Nou goed dan. Waar moet ik op letten? Dat zis ik net. Kom dan maar. Ik betel je wel. Oké. De merken is op het Grutteplein. Er is van alles te dwaan en te sjen. Pier en Marieke dwalen eerst wat om. En dan gaan ze te jaren in een autoscooter. Ja. Ze hadden geruste willen, krekken zoals. En na een skofke tinkt Marieke al net meer om Pier zijn vreemde geheimen. We kunnen nog wel wat oors dwaan. Ik ga nog 6 euro oor. Wat is dat even ding? De kop van Jut. Kom mij. Even sjen. Wat is dat dan? Slaan? Tja, maar het op die knop daar slaan. En dan vlucht die ijzer een beugel daar achteromheen. En als de mond bof een tak krijgt, dan knalt het. En dan haast een prijs van. Waar moet je dan mee slaan? Maar die slaai, dat ding daar. Zou niet een brutusheid om een peel mij in een groen te slaan? Hé? Moet ik daar mee slaan? Oh, dat ding ging dat die stil. Hé, aan de kant, Pieter. Dit is niet voor je. Maar gauw naar de draaimoenen, op zaadje. Ja, wij zullen hier even zien wat de sterkste is. Oh, dat weet ik, zei ik wel. Eén van ons beiden, een donen. Wat? Maast opletten, Heide. Hey, jou met die slime, maar, baas. Wat maast ha? Een euro. Een euro, zei je. Nou, heren. Kom maar op met dat ding. Een euro, maar? Dat wil ik haast ook een keer. Bist gek, jongen. Stissel peel. Ze knieën ze die uit. Hoe de kant, jemme. Je wij, ik moet rond daar. Kom dan, Pier. Ik wil je wij. Wacht je. Even sjen. Nou, wil er nog wat? Of mast eerst doping ha? Nou, jongen. Let maar op. De eerste klap is een alderburg. Dat koe beter. Ik rek hem maar heel. Slaptikje. Jongetje, donder je op. Shot als bij die menkomst. Pier, doe nou. Nou, dan is op een helte, slappeling. Nou, hier maar die slaai. Zal ik het die voorwaan? Let op. Ja. Ja. En wat nou, slappeling? Ik hier meeker als die. Wat? Maar dit ding staat net goed afstel, jongen. Hey, baas. Komt er wel eens hier op boven, hè? De man keert het neer, om, man. Het leidt net aan het apparaat. Wat voor stem hij zitten? Nou neer, Jer. Denk een beetje om die woorden, heiden. Mag ik een keer? Jawel. Ja, maar het is eens net van ben. Je mag wel zien dat... Oh, vet. Leid dat jongetje ook een keer. Geef me een lightje. Een euro. Alsjeblieft, meneer. Zelfs maar weten, jonkje. Pier, doe dat ze idioot. Nou, mondje, mag ik dat ik even help om de slaai te tillen? Nee, hè. Sjoe maar naar boven. Ja. Ja! Hé? Dit ken het. Dit trost uit zijn kaart. Dit bestaat niet. Dit had ik nog nooit meemaken. Maar het is weer...
Die jongen slaat mijn bobben ta. In één keer. Maar Pier, hoe koest dat in één keer? Sst, je niet schelen. Doe hast een prijs, woon. Zit je maar uit. Zit je doen nog maar wat uit. Ik kan haast nog wel wat winnen. Hé? Hey, ja, jou me dat ding nog eens. Ik let me je verdikken, maar net liets mocht met je troos als notbol. En je maar die slaai. En hoe een kant wil ik je van een sik hem toch zijn raam verkeerpje? Ja! Tony, hoe kan het nog? Ik vertrouw jou net, mandje. Ik toch niet. Ik al zullen me 10 euro kosten, ik krijg mijn bobben daar. En als ik leuk werd, dan heb ik dat hele ding fijn. Wel, wat een bijna dien. Ik snap er niet van. Hast er wat uitzocht? Nee, ik hoor die dingen net. Meneer, tot die beer maar. Jere jongen, hast hem eerlijk verzinnen. Eerlijk? Neem me jou dat eerlijk. Alsjeblieft. Hé? Nee? Jo, mijn molha. Sliep er maar lekker mij vannacht. Nee. Kom, Marieke. Wij gaan je wij. Oh, snot, jongen. Jou me de slaai. Dit pik ik net. Let me eerst. No, nee, ik. Ik zal je even wat zellen in de heide. Pier, wacht je even. Ik kies het net. Dien, wij mooi tuk. Wij? Toe. Toe is de tuk. Maar hoe koest to dat? Hé, hey, Pier, wat is er mij die? Ik vind het er leuk mee, hè? Nou, ik wel. Dit begint krek leuk te worden. Kom mij naar de shit-tenten. Shen onder de rek werkt. Wat? Shitten, vanzelfs. Maar wat bedoelst? Wat werkt dan? Ja, dat ken ik net zeggen. Maar Shen, op een merken zist het merken. Ja, op een merken zist het merken. Ja. Blazen. En kan Sim dat ik wil blazen? Ja, maar net zo heel goed. Maar ik kan wel een beetje. Blazen. Haal het drinken van moeder en dan zoentje blazen, zo maken ze de mooiste boelen. Je hebt een beetje maar in. Ja. Dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Au. Nou.